Er is een probleem eigenlijk vandaag de dag rond identiteit, wat is onveranderlijkheid in een samenleving waarin eigenlijk alles wordt opgesplitst in media, in tekens, reclamebeelden, televisiebeelden. Het feit dat we op alle plaatsen tegelijk kunnen zijn via media, televisie en film en dergelijke. En dat is merkbaar bij kunstenaars die zich heel erg afvragen wat hun identiteit is, hoe ze die identiteit kunnen duidelijk maken. Ook ontdekken hoe versnipperd die identiteit is. En een van de dingen die daarin misschien van belang is, is dat we langzamerhand ontdekken dat eigenlijk de aandacht verdwenen is voor een vorm waar identiteit te vinden is, de plek. Het unieke van een plaats. U kunt zich dat misschien voorstellen hier. We zijn iets later begonnen, eigenlijk opzettelijk, om gewoon hier in deze kerk aanwezig te zijn. U kent het plein. Het plein als een soort manier om die kerk als het ware in te bedden. En daarbinnen bevindt zich boven de kapel. En in die kapel staat een tafel. Die tafel is tegelijkertijd een, zoals u dat kent, een tafel is een verzamelplaats van ingrediënten, elementen, die weer verwijzen naar een plek daarbuiten, als een soort knooppunt. Dus we kunnen hier eigenlijk al zien dat zo'n plek een eigen specifieke waarde kan hebben en dat we die kunnen vergroten. Want het interessante is dat plekken die verdwijnen, worden weer belangrijk, worden weer minder belangrijk, maar hun geografische bepaaldheid blijft. En we kunnen bijna te alle tijden achterhalen, onderzoeken wat de geschiedenis is geweest of wat er gebeurd is. En we kunnen op die manier ook eigenlijk steeds weer bepaalde plekken nieuw leven inblazen, vergroten of verkleinen. Hier gerestaureerd, 29, met de nieuwe ramen, een uitgebreide beschrijving van de ramen, het beeldhouwwerk en dergelijke, met nog een aantal gegevens. Men heeft hier een zeer oude kapel gevonden, er werd over gespeculeerd, misschien was het wel de bodem van een hunebed, was hier vroeger al een heiligdom. In ieder geval werd duidelijk dat het een zeer oude plaats is, die al heel lang een heel specifieke betekenis heeft gehad. En men vermoedde al dat het vanaf het begin een Michaëlskapel was. Nou, het begrip Michaëlskapel is nogal belangrijk, omdat Michaël gebruikt werd als heilige, gebruikt, zo zou je het bijna kunnen noemen, als heilige in de strijd tegen de heidenen. Dus in een vroeg stadium werd vooral op gebieden waar de geloofstrijd erg groot was en het christendom nieuw werd ingevoerd, juist een Michaëlskapel geplaatst. Vaak op onherbergzame plaatsen, enigszins aan de rand van Europa of van de rand van zeer dicht bebouwde gebieden. Bijvoorbeeld de Mont Saint-Michel in Frankrijk, St. Michael's Mount. Dat soort kapellen. En zo blijkt er dus een, naast dat gewoon een kapel is, een soort netwerk te bestaan van Michaëls kerken door Europa, waar die strijd tussen aan de ene kant het Germaanse of Keltische geloof, aan de andere kant opkomend christendom heel erg werd opgevoerd. Hier is dus ook van oudsher altijd al een Michaëlskapel geweest. Door op die manier als het ware een plek die hier is, of een aantal plaatsen hier in Enschede, te maken tot een soort driehoek en als het ware een nieuwe plek te creëren. En wat u eigenlijk doet, is hier aanwezig zijn, geconfronteerd worden met de identiteit van die plek, of die iets grotere plek, die drie plaatsen waar die tentoonstelling is en waar Ben een werk heeft neergezet. Het betekent eigenlijk dat we in zekere zin kunnen we onze eigen gedachten projecteren in de werkelijkheid. We vinden onze identiteit eigenlijk door te weten wat de belangrijke plaatsen zijn in ons leven, waar we dingen hebben meegemaakt, waar we dingen willen meemaken, waar we dingen aanrichten. En die kaart die we van die wereld hebben, dat is tegelijkertijd
onze identiteit. Maar niet een heel nadrukkelijke, expressieve identiteit waar mensen met alle geweld hun eigen gevoelens willen uiten, maar als een soort, inderdaad een schaakbord of een ganzenbordspel, een besef van een soort eigen persoonlijke kaart. En die persoonlijke kaart, die kan je op deze manier als het ware aan anderen mededelen.